Jullie denken, what the fuck, pre-order nu het Gamerset Clubblad? What the fuck is het Gamerset Clubblad? Nou ja, we doen nu sinds ongeveer anderhalf jaar doen we Twitch. En het valt ons heel erg op dat mensen heel graag lid willen worden van Gamersnet. We krijgen donaties binnen, mensen vragen, hoe kunnen we lid worden op jullie Twitch-kanaal? Maar je kunt helemaal geen lid worden bij ons op het Twitch-kanaal, want Twitch vindt ons te klein en te nietig en niet belangrijk genoeg. Nou, dikke vinger Twitch, dan zorgen wij toch zelf voor iets vets waar je lid van kan worden. Het Gamersnet Clubblad, jongens, hij komt eraan vanaf 12 oktober aanstaande. Maar dan vraag je je af, wat is het Gamersnet Clubblad? Is het de ideale manier om mijn kattenbak weer te vullen? Nee, want het gaat niet over games. Het gaat alleen maar over gamersnet.nl. 24 pagina's vol, op A5 formaat. We gaan hem 3 maanden lang gaan we het proberen. En jij kan hem vanaf nu pre-orderen. Dus 12 oktober is het eerste nummer. En Ricardo gaat nu even vertellen waar hij nou eigenlijk bezig was met zijn stage. Ja, dit is natuurlijk een spannend project voor ons. We gaan vooral aan de slag in het Clubblad met het voorwoord. Dat kan natuurlijk niet ontbreken. Maar waar jullie natuurlijk echt op zitten te wachten, zijn de rubrieken. Zo hebben wij 1 rubriek, dat worden ingezonden brieven. En die worden dus beantwoord door de Game Doctor. Heb jij problemen in de liefde? Heb je soms online fitties met mensen? Of kan je een bos gewoon niet verslaan? Stuur je brief gewoon op en je krijgt antwoord. Komt er allemaal in te staan, maar er komt natuurlijk meer aan. Hè? Ja, we hebben ook member van de maand, die komt weer terug, maar dan in het Clubblad. Dus Ricardo gaat echt langs bij mensen. We hebben achter de camera zit de redacteur van de eerste maand. Dat is onze Marcel. We hebben elke maand de redacteur van de maand met diepere vragen, zodat je de redactie beter leert kennen. En we hebben ook de Gamerset Rebel van de maand. We hebben puzzels, we hebben kruiswoord, of we hebben geen kruiswoordpuzzel, we hebben puzzel, we hebben wisje datjes, we hebben de moppetrommel. En dat gaan we in het eerste nummer doen, dat wordt best wel bijzonder. We hebben het eerste deel van de geschiedenis van Gamersnet, die komt in 3 delen uit. Dus die komt in het oktober, november en december nummer. De volledige geschiedenis van Gamersnet sinds het jaar 2000. We hebben gepraat met alle eerste oorspronkelijke mensen die Gamersnet hebben opgestart. En we gaan jullie in dit volgende nummer, in het oktober nummer, gaan jullie uitleggen wat er allemaal misgegaan met Gamersnet V5. En we kondigen direct aan. Alle die ins en outs staan allemaal in het eerste nummer van het Gamersnet Clubblad. Met nog meer. Met nog meer, maar we gaan ook nog wat geheim houden. Het wordt inderdaad aardig vol. Het wordt inderdaad een aardig vol nummer. Jongens, jullie kunnen vanaf nu pre-orderen en het is voor ons een testje. We gaan het 3 maanden doen. Als jullie geen behoefte aan hebben, pre-order dan vooral niet. Dan gaan we er ook heel snel mee stoppen. Maar vinden jullie dit een leuk idee? Pre-order vooral en als je de 3 pre-ordert, dus dat is oktober, november en december, krijg je gratis even niks de Gamersnet pin erbij. Om jullie ook een beetje te helpen, om ons te helpen. Zo heb je zo support je ons. Wij geven iets vets terug aan jullie, Ricardo en ik en nog wat andere redacteurs. En jullie zijn dan lid van officieel van de Gamersnet Club. Hoe vet is dat? En je kan lekker met die Gamersnet bling rondlopen. Jazeker, op je tas of op, doe hem ergens op je lichaam. Wherever. Is best pijnlijk. Ja, sommige mensen houden ervan. Ja, I know. Wordt niet gejudged.